Het woord weegschaal is afgeleid van het Latijns dat wordt gevormd door twee woorden. Bis, wat betekent twee, en links, wat betekent schaal. Dus een weegschaal is een instrument met twee schalen dat het gewicht van een object meet. De oorsprong van de weegschaal gaat terug tot enkele duizenden jaren voor Christus, gebruikt onder de Egyptenaren en tot de dag van vandaag over de gehele wereld. Maar vanaf toen het bestond hebben mensen profijt genomen van hun gewichten door die aan te passen om winst eruit te halen door corruptie. In de tijden van de profeet Hosea waren er zulke praktijken aanwezig onder het volk van God. Vanaf vers 8 lezen wij: Kanaan, in zijn hand is een bedriegelijke weegschaal, afpersen is zijn lust. Maar Ephraim zegt: waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mijn rijkdom verworven. In al mijn vermogen vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn. Weet je, de ergste fase van de zonde is wanneer het je niet meer stoort. Op dit niveau gebeurt het volgende. In plaats van verdrietig zijn door de zonde, begint de zondaar de zonde te rechtvaardigen. Wanneer de zonde stoort en de zondaar bekent dat hetgeen hij doet verkeerd is, is er nog hoop. Maar wanneer de fout beschouwd wordt als juist, dan is er geen terugweg meer. Slechts een wonder kan deze zondaar wakker schudden. In de tekst van vandaag komen we een corrupte volk tegen, welke denkt dat het voordelig is wat het doet en dat er geen enkel probleem is met haar attitude. Vandaar dat het einde van dit volk tragisch was. De bezittingen, gebouwd vanwege corruptie, werden vernietigd door de Assyriërs en de overlevenden werden als slaven naar Babylonië gebracht. Wat als wij leren in tegenstelling tot hen, hoeven het pad dat ze hebben bewandeld niet te betreden. We kunnen immers een populair gezegde anders zeggen: zonde compenseert niet.